Er is in het Oude Noorden al heel veel gebouwd, gebeurd en ook weer afgebroken. En daar is veel over te vertellen. Daarom elke week een stukje wijkgeschiedenis in een notendop. Er staan twee kerken in het Oude Noorden. De Lutherse Sint-Andreaskerk en de Rooms-Katholieke Sint-Hildegardeskerk. De Sint-Hildegardeskerk is de oudste en is tegelijkertijd gebouwd met de wijk eromheen. De kerk was vooral bedoeld voor de immigranten van het platteland, die in de wijk kwamen wonen eind 19e eeuw. Veel van hun kwamen uit katholieke dorpjes. En er kwam dan ook een Rooms-Katholieke kerk in het Oude Noorden, die genoemd werd naar de heilige Hildegard van Bingen. Leuk feitje over deze Hildegard is dat ze de allereerste componist is die we bij naam kennen. Ze werd trouwens pas vorig jaar heilig verklaard. Haar kerk werd tussen 1890 en 1892 gebouwd. Het indrukwekkende neogotisch ontwerp is afkomstig van een Rotterdams architectenbureau, gerund door twee broers genaamd Evert en Albert Margrie, in samenwerking met een zekere Jos Snickers, die vooral over de decoratie ging. Aan Snickers' aankleding van de kerk is door de jaren heen nog heel wat toegevoegd. Een flink deel van de huisraad is geronseld bij opgedoekte kerken uit het hele land. Er is een legertje heilige beelden afkomstig uit uitgerangeerde kapelletjes en kerken. En de preekstoel is in Arnhem gesjaggerd. Maar de kerk heeft in totaal wel 6 parochies ondergebracht in het verleden. Dus dan mogen ze eigenlijk ook wel wat rondshoppen. De Andreaskerk is een stuk jonger dan de Hildegardeskerk. De kerk is een paar jaar na de oorlog gebouwd voor alle Lutheranen in de wijde omgeving, die wel heel ver moesten rijden, nadat de Rotterdamse kerk bij Leuvenhavel sneuvelde tijdens het bombardement. De kerk heeft een orgel dat een dikke 100 jaar ouder is dan de godshuis zelf. En trouwens ook zeker 50 jaar ouder dan heel het Oude Noorden.